Ik ben Shari en ik vertel over de good, de bad en de ugly van zwanger worden, zwanger zijn en waarschijnlijk ook achteraf. Ik heb het over de dingen die niet zo vanzelfsprekend zijn, of juist wel, maar eigenlijk nooit niet wordt gezegd. En ik had het wel tof gevonden moest ik het geweten hebben op voorhand. Ja, ik ga het nu hebben over bekkeninstabiliteit. Ja, ik zit hier in mijn kei sexy onesie, gelijk dat je ziet. Maar ik had nu terug kei veel pijn, dus ik dacht van ik ga het gewoon nu al een vlog van maken. Dan kan ik het niet vergeten. Bekkeninstabiliteit, ik had er al van alles over gehoord, maar ik wist eigenlijk totaal niet wat dat was. Dus blijkbaar alles komt een beetje losser te zitten. Ja, over je lichaam wat voor te bereiden op de bevalling. En als je bekkeninstabiliteit hebt, is dat meestal je laatste maand of je laatste weken dat je dat krijgt. Ja, ik had dat na mijn eerste maand, mijn eerste 2 maanden. Verrassend. En dat is eigenlijk zo'n pijn in je onderrug of naar je bil echt. En dat schiet zo volledig naar je been. Daar moet niks spectaculair aan doen zijn of zo. Dat kan gewoon dat je zit, recht staat, het maakt niet uit. Ineens dat dat er gewoon in schiet. Ik heb ook al een paar keer gehad, als ik mij gewoon omdraai in mijn bed, dat dat keiveel zeer deed, omdat dat gewoon zo'n pijnscheut was. En in het begin dacht ik van, ça va wel, en dat gaat wel over. Maar ja, de dokter heeft direct gezegd dat ik het rustiger aan moest doen. Dat is niet zo evident voor mij, want ik heb niet echt een zittend gat. Maar mijn vriendinnen zeiden ook, ja, het feit dat je dat nu al hebt, dat is echt niet goed. Dus ja, ik heb dan toch wel geprobeerd dat iets rustiger aan te doen. En ik moest dan naar de kinesist gaan, maar dat bracht niet echt veel op. Dat schoot er dan langs de andere kant terug in. Dus ik probeer dat nu wel wat te doen, maar ja, dat is een beetje de ene keer tegen de andere. Want ik kan niks lang doen, ik kan niet lang zitten, maar ik kan ook niet lang recht staan. Dus dat is wel ambetant. En dat is dan in combinatie met bandenpijn. Dat is zo vooral een band onder je onderbuik, naar je rug en naar je lies. En dat is kei raar. Had ze dat vroeger tegen mij gezegd van ga zeer hebben in je lies, ik zou totaal niet weten wat ze bedoelen. Ik kan gewoon uit een auto stappen, mijn één been eruit doen en ineens zo'n pijnschut krijgen in die lies. En ja, dat doet echt zeer, maat. Dat is echt niet tof. Maar dat is wel super raar. En dat is van die bandenpijn, blijkbaar. Zegt de Karel. Dus ja, niet iedereen heeft bekkeninstabiliteit. En al zeker niet zo snel, gelijk dat ik dat nu heb. Nu wel zeggen, allee, dus de ene keer is dat heel pijnlijk en de andere keer, ça va wel. Ik denk dat je er ook een beetje mee leert omgaan. Dus ja, het is typisch zeker. Kom maar goed, jong. Kom maar goed.